Nou, wat we weten is dat de 18-jarige vrouw medische hulp nodig had. En de toegesnelde ambulancebroeders die hebben haar in haar huis gereanimeerd. Toen is er iets gebeurd, maar we weten eigenlijk niet precies wat er is gebeurd. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en daar is ze overleden. In haar woning is, en dat weten we dus ook, een 18-jarige man aangehouden. Maar waarom hij is aangehouden en wat de relatie is tussen deze twee, daarover wil de politie niets loslaten. Ja, Lot, wat hebben de buren meegekregen van het voorval? Nou, wat er aan het incident vooraf is gegaan, daar hebben de bewoners die ik heb gesproken, daar hebben ze niks van meegekregen. Maar wel zijn ze opgeschrikt door enorm veel politieauto's en ambulances in hun straat. It started early this morning around, I think around 10 or something like that. First it was one ambulance and then there was a second one and then the helicopter came and I think landed over there by the old post office. Library, and then there was, like I said, several police officers and so forth, and the neighbors have started to come out because of the incident here on the corner. Nou, de bewoners die wisten ook te vertellen dat ze in een woning hier een Hindoestaanse vrouw woonde met haar twee dochters. 18-jarige dochters, omstreeks die leeftijd. Dus ja, je kan ervan uitgaan dat een van haar dochters dus vanmiddag is overleden. Nou, de politie die onderzoekt de zaak en dan moet duidelijk worden onder welke omstandigheden zij vanmiddag hier is overleden.